Muzieklab. 2020 zit er bijna op. Je weet wat dat wil zeggen. Lijstjestijd. Eerst en vooral, het was niet mijn bedoeling om van Muzieklab een videokanaal te maken. Maar ik had dus goed zin om iets nieuws te proberen. New is always better. En vandaar dit als eerste video. Het was een jaar waar we amper live shows hebben gehad. Maar langs een andere kant gaf het ook alweer de mogelijkheid om keiveel nieuwe bands te checken. New is always better. En er zijn heel wat live video's online gekomen, heel wat live streams. Toch wat bands die ervoor gekozen hebben om in 2020 muziek te releasen. En al die releases, dat maakte het voor mij niet gemakkelijk om te kunnen kiezen tussen de 10 coolste. Mijn keuze beperkt zich enkel uit platen dat ik zelf heb gekocht. Waarom heb ik dat gedaan? Ten eerste, je koopt alleen maar muziek dat je zelf keigoed vindt. En ten tweede, op die manier beperk ik een klein beetje het aanbod waaruit dat kon kiezen. Ondanks het feit dat ik enkel heb gekozen uit platen die ik zelf fysiek heb aangekocht, was het nog niet gemakkelijk. Dat was een redelijk uitgebreid arsenaal. Ik heb me misschien een beetje laten gaan tijdens het lockdown, maar op zich, ja, het was voor niemand gemakkelijk, hè. Ik heb tijd gehad om nieuwe bands te leren kennen. 4 van de 10 platen dat ik voor heb gekozen zijn bands dat ik nog nooit van had gehoord tot voor 2020. Dat gezegd zijn, ga ik een keer beginnen aan mijn 10 releases van 2020. Ik ga ze bespreken op basis van tijdstip van uitkomen, op wat ik beter vond dan anderen. Het zijn 10 totaal verschillende bands die elk op hun eigen manier een aanpak hebben van heavy muziek. Dus ik vind dat er echt geen waardeoordeel kan gevestigd worden in welke plaat dat er beter is dan een andere. Toen ik begon met de podcast was ik er keihard van overtuigd dat ik ongelooflijk veel nieuwe muziek ging leren kennen. En ik had wel gelijk. Bijvoorbeeld mijn eerste plaat, Mutually Assured Destruction. De plaat heet Fever Dream. Is mij aangeraden geweest door Angelo van Kick Out The Jams in ja, de aflevering met Kick Out The Jams. Hoe dat ik die band zou omschrijven? Goh, Typo Negative meets Danzig meets Twitching Tongues, om er een moderne touch aan te geven. Maar als je naar luistert, het eerste gevoel dat ik had was gewoon, dit is Alex Agnew die een hardcore band zou starten. Het plaatje ziet er overigens ongelooflijk cool uit. Transparant groen met oranje spatten. En als ik eerlijk ben, ik heb er al op zitten motion in mijn living. De volgende plaat staat volgens mij in de lijst van bijna iedereen die naar zware muziek luistert en zelf ver daarbuiten. Code Orange, Tinners of the Hurt zijn terug met Underneath, 3 kwartier lang gemindfuck. Dat begint met dit. Let's take a good look at you. En je dat gewoon meepakt in een keihard verhaal. Het gaat donker, het gaat diep. Ze pakken nieuwe invloeden, ze hebben er industrial bijgetrokken, ze hebben er grunge zelf bijgetrokken, new metal zit erin, van alles. Die band is nog niet klaar. Die zijn dingen aan het doen, die zijn aan het opwerken, die hebben een sound gevonden. Jamie is van achter zijn drum gekomen, is fulltime frontman geworden. Reba heeft ook veel meer zang op haar gepakt, wat ze in de vorige plaat dat enkel deed bij Bleeding and the Blur. Krijgt ze nu een veel meer prominente rol. Ze doet dat ook keigoed. Dit is volgens mij wel een band dat de headliner wordt binnen een paar jaar. Ze zijn al op tour geweest met Gojira, Slipknot, System of a Down. Dus als die bands, die grote mainstream bands, hun goedkeuring geven, denk ik wel dat je het juiste pad aan het volgen bent. En dat is Code Orange zeker aan het doen. Deze video heet de beste releases, niet de beste platen. Dat is ook bewust gedaan. Minded Fury heeft dit jaar Relapse of Mankind uitgebracht. Een 7-inch met 4 nummers op. Gewoon 90s metalcore sound, een goede Hey 1000 vibe erin. Ik zeg het, 4 nummers, all killer, no filler, beenhard. Schone rode 7-inch. Ik ben ook keihard fan van de medieval etching layout, gemaakt door gitarist Glenn De Volder. Duivelkind dat daar zit toe te kijken op, geen flauw idee wat er aan het gebeuren is. Komt ook aan bod in de tapes die zijn uitgebracht door Kick Out The Jams. Verder nog een uitgave door Mentally Vexed in de UK. Ik weet niet of er nog beschikbaar zijn. Je zult in ieder geval moeten nazen, want het is een keigoede release van 2020. Beenharde plaat en ik kan echt niet wachten tot als Eeuwhite ongemakkelijk hard in mijn gezicht Justice aan het schreeuwen is. Justice! 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 Ik wil dit
detail aan die 7-inch is het feit dat er een guest vocal op staat van de grote held van de Belgische hardcore van dit moment, Tony Mindwar. Het gaat zeker niet de enige keer zijn dat hij in deze video aan bod komt, ondanks het feit dat Mindwar dit jaar geen nieuwe muziek heeft uitgebracht. Maak daar verandering in voor 2021, gasten. Ik heb tijdens de lockdown ongelooflijk veel live sets bekeken. Hate 56 is een OG. Nick Tronkou, die al aan bod gekomen is, heeft er een paar coole gemaakt. Maar 197 Media heeft net voordat de wereld dichtging, heeft hij een video's gemaakt van LDB Fest. En een van de bands die ik daarop heb leren kennen, ik denk dat iedereen het wel weet, Drain, California Cursed, mannen van Santa Cruz, California. Ook een toffe plaat, een transparant groene, enkel verkrijgbaar in record stores. Dus ik ben vrij blij dat Reality Records een paar open office days heeft gedaan, want je kon die gewoonweg niet bestellen, mocht enkel maar fysiek verkocht worden. Goh, hoe moet je dat omschrijven? Gewoon een ongelooflijk energielevel. It's over 9000! Hier en daar een Slayer riff. Het is een frisse aanpak, een frisse kijk op hardcore. Ik moet gewoon een keer kijken. Check die in de LDB set. I saw you how it did. Yeah. Luistert naar de plaat. Het zijn nog house shows dat je ook kunt bekijken die op YouTube staan. De zanger speelt ook in Gulch. Heeft nog gedrumd in Hands of God. Een volledige scene die zeker de moeite waard is van bands om een keer te checken, want er zit godverdomme kwaliteit in ze. Drain staat trouwens op dat affiche van Hyperfest 2021. Laat ons alstublieft hopen dat er van de zomer terug festivals mogen zijn. Volgende plaat, ook keihard, kei donker, kei eerlijk naar mijn mening. Internal Incarceration van Year of the Knife. Heb ik al op veel lijstjes zien passeren, terecht ook. Gaat over mental health issues. Ik denk scheiding van zijn ouders. Het is een straight-edge band, dus verslaving komt er ook ergens wel een beetje aan bod. De layout omschrijft naar mijn mening waar het wel over gaat. Opgesloten zitten in je eigen hoofd, je mentaal niet opperbest voelen in een periode als 2020, waar we van het jaar hebben meegemaakt. Kan ik geloven dat je niet op en top voelt? Praat met iemand, luistert naar iemand. Vraag hulp waar nodig. Babbelt er gewoon over. Meer kan ik daar volgens mij niet over zeggen. Het is een harde sound. Het heeft wel een Hatebreed-like sound. Zonder dat het een platte rip-off is daarvan. Op de review heb ik ergens gelezen dat Corey Taylor vocals zijn op zijn best. Ik vond dat raar toen ik dat voor het eerst las. Maar na een paar keer te luisteren snapte ik die link wel zeker. Dus wederom, kei schone plaat. Ik ben echt fan van gekleurde plaatjes. Het is toevallig dat nu allemaal gekleurde plaatjes zijn waarvoor ik heb gekozen dit jaar. Maar het fleurde uw plaatspeler gewoon op. Hè. De plaat is uitgekomen in augustus, maar een paar maanden daarvoor hebben ze al een stream gedaan met Hate 56, waar dat ze heel wat nummers daarvan hebben gespeeld. Bombay once, shame on you. Bombay twice, shame on me. Keihard, gooi geen zever en in één richting vol een bak recht doorgespeeld. De volgende plaat valt ook in het hardcore rijtje. Iets minder bruut weliswaar, meer een emotionele kant van hardcore. Lament van Touché Amore. Ik was een band een klein beetje uit het oog verloren de laatste jaren, als ik eerlijk ben. Maar ben er andere podcasts beginnen luisteren, zoals Zes Losse Tanden uit Nederland. En daardoor gekregen dat ze op punt stonden van een nieuwe plaat uit te brengen. Het is ook weer een keischone plaat, heel mooi kleurtje. Het is niet zo bruut als andere platen dat ik al heb aangehaald uiteraard, maar wel ongelooflijk emotioneel. Een beetje de emotionele uitbarsting die je in een jaar als 2020 best wel kunt bezigen. Ze hebben er een paar clips voor uitgebracht. Voor Reminders hebben ze erin gedaan, voor Limelight. Limelight is een atypisch nummer voor de band. Het duurt 3 à 4 minuten. Het heeft een guest vocal van de zanger van Manchester Orchestra. Heeft een mega schone clip. Maar mijn favoriete clip blijft toch die van de single Reminders. I need reminders of the love. Waar ze aan vrienden hebben gevraagd om even een kort videootje te maken van hun omschrijving van liefde, vriendschap. En eigenlijk heeft bijna iedereen een video ingestuurd met hun huisdieren. Kwaliteit van eigen bodem. Mother One, post-metal band van de kanten van Oostende. Wederom, heel mooi kleurtje.
band haalt inspiratie uit bands als Steak / Steak Nummer 8, Amen Ra, Wiegedood. Maar wat hen er het meest onderscheidt is het feit dat ze geen afzonderlijke nummers spelen. Je merkt dat ook als je naar de plaat luistert. Het is één groot geheel. De nummers zijn wel onderscheiden op de streaming services. Ik denk dat dat het handigst is om misschien in playlists terecht te komen of zo. Maar als je naar de plaat luistert, merk je niet dat er een overgang is. Het is één lang werk van begin tot einde. Ik ga er dan ook vanuit dat het vervolg hierop Mother 2 zal zijn, 3, 4 enzovoort zo verder. Minpuntje misschien aan de plaat. Als je ze oplegt, moeten ze op een bepaald moment omdraaien uiteraard en worden een beetje uit de vibe gehaald. Maar als je ze streamt, heb je gewoon één lang werk waar je van kunt genieten, waar je jezelf in kunt verliezen. Er wordt in het Engels geschreven, er wordt in het Nederlands gefluisterd. Dus het is zeker heel afwisselend en ik kan alleen maar zeggen, luister het een keer en geef er mij uw mening over. Nog een beetje kwaliteit van eigen bodem. Brutus live in Gent, een show die ze vorig jaar hebben gespeeld in de Handelsbeurs. Normaal ben ik niet aan live platen, omdat ik vind dat de vibe meestal niet 100% correct wordt vastgelegd op een live plaat. In dit geval heb ik dat gevoel wel. Misschien omdat ik een vrij grote Brutus fan ben, dat ik ze al keiveel heb gezien. Twee keer dit jaar, wat best wel indrukwekkend is, al zeg ik het zelf, voor een jaar waar er amper shows waren. Het is een dubbel vinyl, het is ook weer een schoon kleurke, al weet ik niet of dat die kleurkes nog allemaal beschikbaar zijn. Ik denk dat het grootste deel van die show ook te zien is op YouTube. Om zo'n sound te creëren met drie man op een podium, dikke chapeau. Ik heb gezien op hun sociale media dat ze al aan een nieuwe plaat bezig zijn. Dus ik ga ervan uit dat we in 2021 nieuwe Brutus muziek mogen verwachten. Ik kijk er in ieder geval keihard naar uit. Had hij mij een paar jaar geleden verteld dat er een black metal plaat in mijn top 10 ging zitten, had ik waarschijnlijk een keer goed gelachen. Het is een genre dat ik pas de laatste jaren meer ben beginnen appreciëren, meer van heb geleerd. Ik ga niet zeggen dat het allemaal de classics zijn van black metal dat ik ken. Ik heb er wel een paar beluisterd, maar vooral die moderne, nieuwere bands, die trekken mij vrij hard aan. Waaronder dit jaar Odin met de Voku Drums is Fangi. Als dat juist is, mijn IJslands is niet wat het moet zijn. Het is een dubbel vinyl uitgekomen op Seasons of Mist. Vrij schoon kleurtje ook, zilver. Het zijn wel nog een paar edities, maar dit was ook weer een limited. Dus ja, dan moest ik een limited hebben uiteraard. Hè. Die plaat kan ik zelf gewoon eigenlijk niet heel goed omschrijven. Het is gewoon goed. Soms heeft ze niet veel meer uitleg nodig. Voku Drums is Fangi, vrij vertaald wil zeggen gevangen in een wakende droom. Dat is een letterlijke vertaling, dus ik interpreteer het persoonlijk een beetje als een vorm van slaapverlamming, slaapparalyse. Het begint met een heel rustige intro en trekt u dan zo mee in een soort van dromenwereld. Ja, het is een nachtmerrie. Het voelt zo aan. Het is een IJslandse band. Ik heb geen flauw idee waarover dat ze zingen, maar het gevoel dat het creëert, het beklemt. Het pakt u mee op een soort van verhaal in die dromenwereld. Ook weer, net als bij de Mother-plaat, in dit geval zelf nog meer omdat het een dubbel vinyl is, je gaat drie keer onderbroken worden, want je gaat drie keer de plaat moeten omdraaien of je gaat de andere plaat moeten opleggen. Dus om die plaat ten volle tot zijn recht te laten komen, kan ik je eigenlijk aanraden om ze te streamen. Omdat je op die manier één lange trok doorluistert aan wat die band gemaakt heeft. Het is zeker de moeite, ik zeg het, ik had niet verwacht zoveel jaar geleden dat ik nu naar black metal zou beginnen luisteren. Maar dit is echt wel dik de moeite. Laatste plaatje, nog eentje van eigen bodem, Figurehead van Chain Reaction. Wederom een schoon rood plaatje, zoals Minded Fury. En wat ze nog gemeen hebben met Minded Fury, is dat ze een guest vocal hebben van Tony Mindwar. Chain Reaction, een band dat eigenlijk veel te lang onder mijn radar is gebleven. Ik denk dat ze nu aan drie releases zitten. Er zitten leden in van Rise and Fall, Kingpin, Congress. Net als heel veel hardcore bands zingen ze over wat er misgaat in de wereld, maar in tegenstelling tot veel hardcore bands proberen ze ook een steentje bij te dragen. Ze hebben halverwege dit jaar t-shirts verkocht met het groot anti-racism op, ten voordele van Black Lives Matter. Per plaat dat er hiervan verkocht is, is er 1 euro gegaan naar Black History Month. Het is een old school New York sound, omschrijven ze zelf.
luister er vooral zelf een keer naar. Maar ik vind vooral dat ze de beste uithaal en coolste breakdown van dit jaar hebben geschreven. Power Corrupt! Chain Reaction komt trouwens binnenkort ook een keer aan bod als gast in een Muzieklab podcast aflevering. Dat zal voor ergens eind januari, begin februari zijn, maar volg de socials en je wordt zeker op de hoogte gehouden. Goed, dat was het voor mijn plaatjes van 2020. 10 mooie gekleurde vinyletjes. Laat mij zeker weten welke platen dat ik heb gemist, wat ik nog een keer zou moeten beluisteren. Wat dat uw topplaten waren van 2020. Ik ben ook wel heel benieuwd. Misschien leer ik weer iets nieuws kennen en merk ik dat ik mij gewoon vergist heb en dat mijn lijst helemaal niet klopt. Remember one thing. You're wrong. In 2021 ga ik gewoon op het gemakje verder met de podcast. Laat mij ook zeker weten wie dat jij graag een keer als gast zou zien passeren in de podcast. En dan probeer ik dat misschien wel waar te maken. Wie weet. Goed, dat was het. Ik ga één keer doen gelijk een echte YouTuber. Like, subscribe en al die dingen. En dan miste jij zeker niks van mijn nieuwste video's en podcast afleveringen. Ciao, kus.